allemaal, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Er zijn wat minder video's de afgelopen tijd, omdat er gewoon veel minder te doen is. Dus dat begrijpen jullie vast wel. Weer nieuwe abonnees erbij, welkom. Leuk dat je geabonneerd bent op mijn video's. En deze keer, je zag het aan de titel, gaan we een box uitpakken die een stylist voor mij heeft samengevoegd. Ja, zo zou ik het maar zeggen. Dit is een box van Anno Anno. En dat is een website waar je een stylingbox kan bestellen vanaf maat 42 tot maat 56. Nou, voor mij met maat 46, soms een 48, is dat dus heel erg geschikt. Maar heb jij maatje 38? Nou, natuurlijk ook prima. Maar dan is deze site en deze stylingbox dus niet geschikt voor jou. Dan zou je bij Zalando bijvoorbeeld kunnen kijken. Daar hebben ze van Zalon, doen ze ook zoiets dergelijks. Dus dat is, als je dit leuk vindt, kun je dat alsnog doen. Nou, hoe ben ik erop gekomen? Ik had meerdere boxen gezien van stylisten op YouTube, vooral dus van Zalon. En Anno Anno was nog niet zo heel erg bekend, maar ik kreeg daar advertenties van, waarschijnlijk omdat ik op dat zoekentermpje had geklikt. En toen dacht ik, na maanden dat ik het voorbij had zien komen, van nou weet je, nu is de tijd, ik heb wat geld over, want we kunnen toch nergens naartoe. Ik heb ook niks te doen, ik kan ook niet gaan winkelen, dus laat ik dit eens uitproberen. Het leek me eigenlijk wel heel leuk. Nou, waar het dan mee begint is dat je als allereerste een stijlquiz moet invullen op hun website. Dus je gaat naar hun website toe en dan moet je allerlei vragen invullen. Nou, dat heb ik eerder al gedaan. Dus ik ga dat nu even aan jullie zien. Laat dat even aan jullie zien en dan kom ik weer bij jullie terug. Oké, nou ik ben naar de site gegaan van annoanno.nl en ik heb daar ingelogd. Ik had ooit al een account aangemaakt omdat ik al eerder heb gekeken op de site hoe het allemaal werkte. Heb je dat nog niet gedaan, moet je eerst een account aanmaken. Maar dan begin je ook bij de stijlquiz. En die begint dus hier. Nou, ze vragen eigenlijk dat je even een beetje aangeeft wat jouw stijl is. En er staat, ze beginnen met 4 eenvoudige vragen over 4 karakteristieke stijltypes. Nou, nummer 1 is de klassieke stijl. In hoeverre komt dat overeen met mijn stijl? Nou, niet zo. Er zijn wel af en toe klassieke items die ik leuk vind. Ik heb bijvoorbeeld ook wel een nette witte blouse in de kast hangen. En ik heb ook wel een blazer, maar ik ben niet heel erg van het klassieke. Dus ik heb dat hartje een beetje teruggeplaatst. De stoere stijl past wel heel erg bij mij. Ik hou heel erg van stoere items, dus ik ga dat hartje helemaal naar recht zetten. Vrouwelijke stijl hou ik ook echt van. Ik vind eigenlijk het vrouwelijke en het stoere combineren dus heel erg leuk. Ik vind ook wat hier op het plaatje staat leuk, behalve hakken, daar ben ik niet zo van, maar dat komt nog wel. Bohemian stijl vind ik ook wel echt heel erg leuk. Misschien iets minder dan het stoere, maar wel weer iets meer dan het vrouwelijke. Dus misschien moet ik het vrouwelijke iets terug doen hier. En dit dan iets meer zo. Ja, ik denk zo. Nou, volgende. Wat kenmerkt jouw stijl het meest? Eenvoudig of patroon? Dan ga ik denk ik iets meer richting patroon. Wat voor kleding draag je op je werk? Ja, eigenlijk casual. Ik werk op een basisschool en ik hoef geen werkkleding te dragen. Ik mag gewoon lekker aandoen wat ik wil. Daar zijn ze eigenlijk heel vrij in. Dat is wel heel fijn. Welke kleding draag je in je vrije tijd? Nou, eigenlijk ook casual. Hoe kleurrijk is jouw stijl? Nou, best wel aan de kleurrijke kant. Ik heb ook wel eens een dag dat ik alleen maar zwart draag. Maar over het algemeen hou ik best wel van kleur in mijn garderobe. Ik ben toch altijd vrolijk. In hoeverre wil je qua stijl worden uitgedaagd? Nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk om te worden uitgedaagd. Ik ben juist heel erg benieuwd. Volgende. Welkom terug. We hebben jouw gegevens van je laatste bezoek bewaard. Je kunt je stijlprofiel nog aanpassen als je op de knop klikt. Klik op de stappen. Nee, oké. Dus prima. Oké, gewenste pasvorm voor bovenkleding. T-shirts, blouses, overhemden. Los of strak? Ik heb iets liever los. Ik ben best wat voller, daarom bestel ik ook bij deze site. Dus ik denk wat meer los. Gewenste pasvorm voor onderkledingstukken. Ja, eigenlijk allebei, want ik vind de losse broeken heel lekker. Maar ik vind ook als een strakke skinny gewoon echt mooi zit, vind ik dat ook mooi. Dus beide. Kies de gewenste lengte voor jurken en rokken. Nou, ik vind het eigenlijk allebei leuk. Ja, je kan aangeven als je geen rok of jurk wil, stel dat je dat helemaal niet draagt. Maar ik hou daar wel van. Welke ontwerpen vind je niet leuk? Stippen vind ik leuk, dieren vind ik leuk,
Kant vind ik wel leuk. Tekst vind ik ook wel leuk. Mits het echt zo'n hele grote Adidas teken is of zo. Maar op zich wel leuk. Strepen vind ik leuk. Bloemen. Lastig. Het ligt eraan wat voor bloemen. Maar ik laat het gewoon open. Roesjes vind ik wel leuk. Koordjes vind ik wel leuk. Diep. Ja, vind ik ook wel prima. Hooggesloten eigenlijk ook. Mouwloos eigenlijk ook. Elastiek. Elastiek aan de onderkant vind ik niet zo fijn. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik weghaal. Verder heb ik best wel een hele brede smaak. En sta ik overal voor open. Dus dit laat ik even zo. Volgende. Probeer je postuur te beschrijven. We snappen dat het lastig kan zijn. Maar probeer een antwoord te geven. Oké, hoe beoordeel je de relatie tussen je borstomvang en je taille? Nou, eigenlijk breder. Mijn taille is wel wat smaller, mijn borsten zijn iets breder. Hoe beoordeel je de relatie tussen borstomvang versus heupen? Ik denk dat mijn borst wel iets smaller is dan mijn heupen, want het meeste gewicht zit bij mij echt wel rond mijn heupen. Hoe beoordeel je de relatie tussen je taille en je heupen? Nou, mijn taille is echt wel smaller dan mijn heupen. Hoeveel vertrouwen heb je in de bovenstaande antwoorden over je lichaam? Nou, best veel. Welke maat jurken draag je normaal? Nou, ik denk zo'n beetje rond maat 46. Welke maat bovenkleding draag je normaal? Ja, eigenlijk ook wel 46, maar misschien ook wel. Kan ik er twee aanklikken? Nee. Dan denk ik dat ik toch. Ja, lastig. Ik ga toch voor 46, denk ik. En onderstukken ga ik dan, denk ik. Ja, ik twijfel een beetje, omdat ik eigenlijk een beetje tussen deze maten in zit. En het ook heel erg ligt aan wat het is. Want als ik een rok heb, dan kan 46 prima als ik hem in mijn taille draag. Maar als het echt een strakkere broek is, die echt ook goed om mijn heupen moet zitten. Ja, ik denk wel dat 46 moet eigenlijk wel lukken. Welke maat BH's draag je normaal? Nou, dat is misschien een beetje persoonlijk, maar 90C. De volgende. Gewenste prijs. Weet je weten wat voor prijsklasse? Je kan sowieso altijd, als je iets te duur vindt, het terug. Wat is voor jou het belangrijkste? Lage prijs, hoge kwaliteit. Nou, ik heb iets liever een lage prijs. Ik vind kwaliteit ook wel belangrijk, maar ik heb heel veel kleding. Dus ik. Ja. Ik weet al dat als er nu iets bij zit waarvan ik denk: van jeetje, dit shirtje kost €70, ga ik het toch niet kopen, denk ik. Hoeveel geef je doorgaans uit aan een bovenkledingstuk? Nou, ik ga voor de goedkoopste prijs. Want wat ik net al zei, ik koop eigenlijk €25. Vind ik zelfs al best duur voor een bovenstuk. Maar ja, ik ben een beetje van veel voor weinig. Dus het is misschien. Hoeveel geef je doorgaans uit aan een jas? Ja. Ik ga dan toch ook hiervoor. De jas die ik vorige winter heb gekocht was wel over de €100. Maar daar doe ik dan ook weer een paar jaar mee. Maar de andere winterjas die ik nu veel draag, die heb ik bij de kringloop gekocht voor €5. Dus het ligt er echt heel erg aan. Maar ik heb ook eigenlijk geen jas nodig. Hoeveel geef je doorgaans uit aan een broek? Ja, ik ga ook gewoon hier in de laagste prijs zitten. En bij een jurk eigenlijk ook. Welke haarkleur lijkt het meest op die van jou? Nou, ik denk. Deze, al doe ik natuurlijk van alles met mijn haar. Als jullie me volgen, weet je dat. Maar laten we het gewoon op bruin houden. Welke huidskleur lijkt het meest op die van jou? Ja, ik denk een beetje dit. Hoe lang ben je? Ik ben 1,75. Vind ik trouwens goed dat ze dat zeggen. Wanneer ben je jarig? Nou, op 1 september. En ik ben uit 1983. Onthoud het, jongens. 1 september ben ik jarig. Is goed om te weten. Door een foto van jezelf te delen, kan de stylist een goed beeld van jou en je stijl krijgen. Dit is optioneel en niet verplicht. Toestaan. Even kijken. Ja, ik wil een foto uploaden, maar niet van mijn camera, mijn camcorder, mijn spraakrecorder of mijn bestanden. Of kan ik bij mijn bestanden ook in mijn galerij? Nou, dit doe ik later even. Oeh, nu ben ik hier weer uitgegaan. Ik doe foto's toevoegen later eventjes. Ik denk dat dat handiger is. Waarom wil je gebruik maken van Anno Anno? Nou, eigenlijk. Om verrast te worden, om mezelf te verwennen, om inspiratie op te doen, dat eigenlijk.
Is er iets anders dat we van je moeten weten? Niet per se. Er ontbreekt iets. Sommige velden hebben nog geen antwoord. Oh, mijn verjaardag is er weer uit. Nou kan ik het nog een keer aan jullie vertellen. 1 september ben ik jarig. Dat is toch leuk om te weten. Er ontbreekt nog iets. Wat ontbreekt er? Hoe lang ben je? Oh, hebben ze dit allemaal? Is dit allemaal weer weg? Ja, nu is het goed. Oké, je bepaalt zelf wanneer je een box wil hebben. Je kan altijd overslaan. Hoe vaak? Nou, ik heb gekozen voor een proefbox. Want dan kan ik het eventjes uitproberen. Probeer het concept uit. Volgende. Nou, hier ga ik straks eventjes mijn telefoonnummer nog invullen. Ik mag ook nu niet verder als ik dat niet heb ingevuld. Dus ik doe dat heel eventjes. Nou, wat ik nog even gedaan heb, het is me nog even gelukt om een fotootje toe te voegen. En ik kan er helaas maar eentje, dus dat is eigenlijk wel jammer. Want ik wil eigenlijk een foto in een jurk, maar ook nog een foto dat ik gewoon een broek en een shirt draag. Maar goed, ik heb deze maar even gekozen. En ik heb nog even geschreven bij, is er iets dat we van je moeten weten? Ik denk voor de zekerheid zeg ik toch even dat ik mijn broeken alleen met high waist draag. Dat ik van jurk hou die mijn taille accentueren en dat ik mijn buik juist niet wil accentueren. Nou, de stappen die verder kwamen, daar moest ik onder andere mijn wachtwoord nog weer invullen. En ik moest mijn adres en dergelijke invullen. Dat heb ik allemaal gedaan, maar dat is natuurlijk allemaal niet iets wat ik op YouTube ga zetten. Dus voor nu dit stukje. En dan is het dus wachten tot de box binnenkomt. En dan kan ik gaan passen en het aan jullie laten zien. Dus dat komt er nu aan. Oké, nou je hebt gezien hoe dat gaat en wat ik dus heb ingevuld. Misschien heb je er wat sneller doorheen gescrollt, want ik zag dat het 10 minuten waren. Dat is misschien veel te lang en helemaal niet interessant. Maar ik dacht voor de mensen die het wel willen zien, neem ik je er helemaal in mee. In de video's die ik namelijk al eerder heb gezien over die stylingboxen, gingen sommige mensen, sloegen dat hele stuk over of gingen daar heel snel doorheen. Terwijl ik het juist heel interessant vind om te kijken wat iemand dan invult en wat ze dan uiteindelijk krijgen in hun box. Dus ik heb het daar helemaal in meegenomen. Nou, aan de hand van wat ik dus allemaal heb ingevuld, kon ik kiezen of ik even wilde bellen met de stylist of niet. Daar was ik over aan twijfelen, maar ik had best wel veel filmpjes gezien van mensen die ervoor hadden gekozen om niet van tevoren te kijken wat er zou komen, niet van tevoren met de stylist nog te praten. En die kregen dan uiteindelijk een box waarin ze alles verschrikkelijk vonden en alles gingen terugsturen. Toen dacht ik, dat is eigenlijk zonde. Dan doe je het eigenlijk alleen maar voor een video. Hartstikke leuk, maar dan verspil je eigenlijk ook de tijd van zo'n stylist doordat je alles weer terug gaat sturen. Eigenlijk is dat hartstikke zonde. Ik wilde wel echt proberen om een box te krijgen waar dingen in zouden zitten die ik daadwerkelijk zou willen houden. Dus ik heb wel een afspraak gemaakt met de stylist. Die heeft mij op maandag gebeld. En ik heb met haar aan de telefoon gehangen. Zij heeft mij een mailtje gestuurd met een link. En daarin kon ik alle items zien die zij in de box wilde sturen naar mij. Dat zijn altijd tussen de 8 en de 10 items. Nou, die items hebben wij allemaal doorgelopen met z'n tweeën. Ze heeft ook aan mij verteld, ik zou dit dus met dit combineren. En dan zou ik dit jasje erbij doen. Dat hebben we samen bekeken en aan de hand van het gesprek hebben we een aantal dingen uit die box gehaald waarvan ik eigenlijk al tegen haar zei, nou dit is niks voor mij, dit ga ik niet dragen. Ze had er bijvoorbeeld een jurk in gedaan waarvan ik het model geweldig vond, want ik had de bohemian stijl een beetje aangegeven, hè? Dat zagen jullie in de stijlquiz, maar met hele mini kleine bloemetjes dat ik dacht, nou dat is niet echt mijn ding. En een soort geruite broek waarvan ik dacht, dat is niet echt mijn ding. Dus dat hebben we eruit gehaald. Heb ik een beetje verteld wat ik dan wel nog leuk zou vinden. Toen heeft ze weer andere opties erin gedaan. Die kan je dan ook gelijk zien. En aan de hand daarvan hebben wij dus samen een box samengesteld. Dus ik weet al wat erin zit. Maar ik weet natuurlijk nog niet hoe het voelt, hoe het stofje is, hoe het dadelijk past. Dat weet ik nog niet, want ik heb de box, maar ik heb hem nog niet uitgepakt. Dat gaan we zo samen doen. En dan gaan we ook met elkaar passen. Ik vond dat gesprek dus heel fijn. Vind je het leuk om echt helemaal verrast te worden, dan kun je natuurlijk ervoor kiezen om dat niet te doen, omdat je al van tevoren de items bekijkt. Maar voor mijn eerste keer wilde ik het wel doen. Je kunt trouwens kiezen of je zo'n box eenmalig neemt en daarna weer gelijk opzegt, maar je kan dit ook doen dat je die box per 3 maanden ontvangt. En hoe beter jouw stylist jou leert kennen,
hoe beter je box elke keer gaat worden. Tenminste, dat is wat ik er een beetje uit opmaakte. Want er zitten in de box straks twee broeken ook. En ik had verteld dat ik die broeken allebei heel leuk vond. Maar ik vroeg me af of ze een van de twee bijvoorbeeld ook in het zwart hadden. Omdat ik eigenlijk nog wel een zwarte broek wil. Toen heeft ze even voor mij gekeken en toen zei ze, nou nee, die zijn er op dit moment niet in jouw lengtemaat. Want ik moet een wat langere lengtemaat hebben, want ik wil dat mijn broeken gewoon goed lang vallen. Ik ben 1,75 meter. Maar toen zei ze, ik zet het wel even neer, want dan kunnen we in de volgende box bijvoorbeeld kijken of die broek er dan wel is. Dus vandaar dat ik het idee krijg dat ze dat dus wel gaan doen. Oké, ik bla 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 bla. Mijn moeder zegt altijd, wat ben je lang van stof? Ja, sorry, ik wil gewoon altijd extra duidelijk alles vertellen. En ik neem aan dat je, als je op mij geabonneerd bent, dat je dat ook leuk vindt. Want anders zou je al lang denken, jezus, deze meid praat veel, ik ga weg, mij niet bellen. Dus ja, ik ben lang van stof, sorry. Ik ga de box pakken. Hij kwam gisteren binnen, maar het was al donker en had ik geen zin meer. Het is gewoon een doos, er zit een anno-anno logootje op. Ik ging er heel snel mee langs, want mijn adres staat er ook op. En dat is iets wat jullie natuurlijk niet hoeven te zien. Ik maak hem even open, want het is een soort... ja, dat je zeg maar de deksel open kan maken. Je ziet het al gebeuren. Kijk, zo ziet het eruit. Het is best wel mooi ingepakt. Er zit een papiertje omheen en er zitten dus wat formulieren op. En die ga ik eerst even pakken. Best wel heel leuk, want die zitten dus vast met zo'n gouden klemmetje. Nou, dat kan je altijd wel weer ergens voor gebruiken. Hartstikke grappig. Nou, wat zit erbij? Er zit allereerst een soort boekje bij en daar staat in... Nou, beste Linda, hallo, hier is je eerste box. En nou, er staat over feedback geven, over betaling. En er zit zo'n retour sticker bij. Voor die dingen die ik terug ga sturen. Want ik ga er echt vanuit dat ik niet alles ga houden. Zo groot is mijn portemonnee ook weer niet. Het is wel iets duurder dan de dingen die je normaal bijvoorbeeld bij de Primark of bij Shein koopt. Wat ik vaak doe. Maar ik wil, als het echt een goed kwaliteit item is, er ook best iets meer voor betalen. Nou, er zit hier een lijst in dit boekje met precies de artikelen die ik heb, de maat waarin ik het heb en de prijs. En er staat nog wat belangrijke informatie over hoe geef ik mijn stylist feedback, ruilen voor een andere maat, kan natuurlijk ook hè. Of je je box gespreid zou willen betalen, stel dat ik heel veel wil kopen en ik kan het niet betalen. En nog wat belangrijke informatie over het retourneren. Dat is allemaal heel duidelijk volgens mij uitgelegd. Dat ga ik niet helemaal met jullie doornemen. Dat zou ik persoonlijk zelf dus ook heel saai vinden. Dat denk ik, dat lees ik zelf wel als ik zo'n box ga bestellen. Nou, ik ga het lintje er hier even van afhalen. En ik weet natuurlijk al een beetje wat erin zit. Dus het bovenste item. Ja, ik weet al meteen wat dit is. En ik was er best enthousiast over. Het is een soort nep leren jasje van een, nou ja, een beetje koraalrode, roze kleur. Maat 46 van Only Karma Coma. Dat merk heb ik al eens voorbij zien komen. Maar dat is dus een werk van Only met grotere maten. Nou, ik vond dit jasje dus super gaaf. En ik ga even op zoek, want ik moet natuurlijk even kijken... wat had de stylist bedacht om bij elkaar te doen. Nou zie ik er één al zitten. En deze had ik in eerste instantie tegen haar gezegd... dat het helemaal niet mijn ding is. En dat ik heel erg betwijfelde of ik dit zou gaan dragen... Maar de combinatie die zij had gemaakt met het jasje wat ik je net liet zien en de broek die er straks bij hoort, dacht ik, ja, dat kan eigenlijk wel heel cool zijn. Dus laat ik dat nou gewoon proberen. Het is ook van Vera Moda, maar dan van de Curve collectie. En het is dit blouseje. En ik vond dus, het is donkerblauw, dat heb ik niet zoveel, dus dat vond ik eigenlijk wel leuk. Maar ik vond die bloemen, dacht ik, ja, is dat nou wat voor mij? Ik vond de mouwen wel heel gaaf, dus met van dat elastiek hier. En het heeft een soort... ja, niet een colletje, maar een beetje een turtleneck aan de bovenkant. Ook met elastiek. Ik hoop dat dat niet te strak zit, want dat vind ik al niks. En verder is hij qua kwaliteit, voelt hij heel goed. Het is van, kijk even waar het van is, want ik denk katoen, maar ik heb er eigenlijk geen reet verstand van. Dus ik kijk eventjes. 98% viscose. Oh ja, viscose had ik moeten weten, want daar heb ik wel eens een rokje van gemaakt. Maar dat is wel een fijn stofje, vind ik. Het is lekker flowy, het is niet zo dik. En wat dus leuk is, waarom ik dacht, oh, die stylist heeft het best goed bedacht, is dat het roze kleurtje wat zeg maar in het shirtje zit, komt ook weer terug in het jasje. Dus toen dacht ik, ja, eigenlijk kan dat heel erg leuk zijn. Dus ik ga het toch proberen. Nou, ze had hier ook een broek bij bedacht. Ik moet hem even zoeken. Ik ben even half uit beeld. Denk deze. Ja. Ja, ze heeft daar een spijkerbroek bij gedaan. En dat is een flared jeans van Zenzi.
Alles heeft ze trouwens volgens mij in maat 46 gedaan. Die maat heb ik ook aangegeven. Er zit ook stretch in, dus dat moet lukken. En het is een flared. En nou had ik wel aan haar gezegd in het gesprek aan de telefoon, dat ik een flared jeans heel gaaf vind, maar dat die voor mij wel echt lang moet zijn. Ik vind namelijk dat een flared jeans net niet op de grond moet hangen als ik schoenen aan heb. Dat vind ik het allermooist. Nou, toen zei zij van, nou kijk maar even, want er zit een foto bij van het model dat de jeans aan heeft. En dat model is 1,80 meter. En toen ging ik kijken en toen zag ik dat bij het model van 1,80 meter die broek voor mijn idee, naar mijn smaak, te kort was. Dus dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, nou, zoals ik hem nu op het model zie, vind ik hem te kort. Maar ja, je weet het niet, hè. Misschien is het helemaal niet te kort als ik het aantrek. Dus ik ben natuurlijk 5 centimeter korter. Dus ik zeg, nou, doe hem er maar bij en we gaan kijken. Die broek is wel 70 euro. Dus vind ik hem iets te kort, dan ga ik hem sowieso niet nemen. Maar dat moeten we dus gaan zien. Dus dit is de eerste set kleding die zij voor mij heeft uitgekozen. En die gaan we nu eventjes aanpassen. Zo, de eerste outfit. Ik heb even het jasje dicht gedaan, zodat je even kunt zien dat die dus dicht past. Dus voor mijn maat 46 past dit jasje prima dicht. De mouwen zitten best een beetje strak hier. Ik kan wel bewegen zo. Er zit wat stretch in het jasje. Maar ik vind hem wel een beetje aan de strakke kant, vooral bij mijn armen. Verder voelt hij wel heerlijk zacht aan. Ik vind de lengte ook leuk. En natuurlijk zou je hem over het algemeen opendragen. En dan is dit de combinatie. Nou, je ziet wel dat het matcht met inderdaad de kleur van het shirtje. En dit jasje was niet eens zo heel duur, want die was volgens mij 50 of 60 euro. Nou, dat vind ik voor zo'n jasje valt het best mee. Maar omdat hij dus bij mijn armen een beetje strak zit, terwijl ik er een heel dun shirtje omheen heb, denk ik niet dat ik hem ga houden. Ondanks dat ik hem wel echt, qua kleur en qua stijl, is het wel echt mij. Maar dat is voor mij eigenlijk een no. Ook al staat hij misschien heel leuk en denken jullie, ah, dat moet je houden. Maar echt, bij mijn mouwen hier zo zit het echt te strak. Dan. Daaronder hebben we dat blouseje. En ik moet zeggen dat ik dat blouseje eigenlijk best wel leuk vind. Het valt me alles mee. Het zit wel een beetje, omdat dit elastiek is, zit het wel een beetje aan de strakke kant. Maar het valt me eigenlijk alles mee. Het zit ook best comfortabel. De mouwen zijn leuk en ook lang genoeg. Ja, op zich vind ik het eigenlijk wel een heel leuk blouseje. Ik heb hem in mijn broek gedaan, omdat ik het zo toch zou dragen. Ik zal hem er even uithalen voor de dames die dat zouden dragen. Want dan zie je dat hij ook qua lengte zit er best wel wat lengte in. En valt hij ook eigenlijk op je bil. Dus als je dat mooi vindt, dan is dat voor jou misschien ook prima. Het stofje voelt heerlijk aan eigenlijk. Dus misschien dat ik dit blouseje, ondanks dat ik in het begin dacht, dit is niks voor mij, misschien dat ik hem wel ga houden. Nou, dan de broek. De broek heeft voor- en nadelen. Een voordeel vind ik dat hij inderdaad goed high-waist is. Hij zit net boven mijn navel. Dat zit heerlijk. Er zit stretch in, er zitten goede zakken in. Hij zit hierboven eigenlijk helemaal perfect. Niet te strak, niet te los. Hij zit mooi om mijn billen, al zeg ik het zelf. Ik vind de wassing ook leuk, maar hij is te kort. Ik zie in de spiegel achter mij dat hij echt nog een stuk boven de grond zit, terwijl ik op mijn sokken loop. Dat betekent als ik schoenen aandoe, dat ik natuurlijk nog hoger ben, of langer, en dat die broek nog korter wordt. Dus ik vind deze broek heerlijk, maar hij is gewoon te kort. Dus ik ga deze niet houden. Ik zou nog wel even kunnen uitzoeken of eventueel deze broek in een lengtemaat langer is. En misschien wel in het zwart, tegen de tijd dat ik een nieuwe box ga bestellen. Als ik dat ga doen. Dus voor nu vind ik het blouseje een twijfel. Het jasje en de broek gaan terug, denk ik, zoals ik het nu zie. Oké, nou, dat was de eerste set kleding. Ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie ervan vonden, maar dat heb ik net ook al gezegd. De tweede set is weer iets met 3 stukken. Een broek, een shirtje en iets daaroverheen. Dus ik ga die ook met jullie doornemen. Nou, het eerste is een heel simpel shirtje, waarvan ik in eerste instantie ook tegen de stylisten zei van ja, eigenlijk vind ik het leuk iets donkerblauws, want dat heb ik dus bijna niet. Ik zeg maar, ik vind het ook een heel saai shirtje. Want het is eigenlijk gewoon een donkerblauw blouseje. En er zit hier dan wel bij het halsje, het heeft een klein beetje een soort V-halsje. En het is wel een heel lekker
stofje. Het is van, even kijken, Kaffe of Café, dat weet ik niet, Curve. En het ziet er wel heel lekker flowy uit. Het is wel een klein beetje doorzichtig. Aan de mouwtjes zit een knoopje. Ik weet niet of de mouwen nou helemaal lang zijn of net niet, maar dat moeten we zo even gaan zien. Maar zij had daarbij een soort kimono-achtig blouseje, jasje voor de overheen. En dat is deze. En die vond ik eigenlijk wel heel leuk. Het is met halve mouwen. En dit patroontje vond ik wel heel leuk. En dan dacht ik, ja, dan, als ik dit leuk vind, dan moet daaronder natuurlijk wel iets wat een beetje een effen kleur heeft. Want als ik daar ook nog een druk patroontje onder ga doen, dan wordt het natuurlijk veel te veel. En dat is heel moeilijk om te combineren. Dus dit in combinatie leek me wel heel leuk. En ik vind deze kimono blouse jas dus heel leuk. Maar hij is ook wel €70. Dus dat is wel iets waar ik even over na moet denken of ik dat zou willen. Dan moet het gewoon heel erg mooi staan. Zij heeft dit ook weer gecombineerd met een broek. En deze keer met een skinny. Want ja, het is natuurlijk onzin om twee flare jeans te doen. En dat is deze. Ik hoop dat hij aan mijn enkels ook een beetje skinny valt. Want vaak denken ze dat dames met een grotere maat ook hele dikke enkels hebben. En dat is bij mij niet zo. Als dat bij jou wel zo is, is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar vind ik het wel zonde. Want ik vind het dan wel eens leuk om laarsjes over mijn skinny te dragen. Maar als je skinny aan de onderkant dan niet helemaal aansluit, dan is dat altijd een beetje lastig. Deze broek is ook van Only Karma Koma. En er zit echt wel aardig wat stretch in. Dus qua maat moet dat zeker wel gaan lukken. Ik heb trouwens heel duidelijk aangegeven in de stijlquiz en ook nog aan mijn telefoongesprek van dat ik alleen maar high waist jeans draag. Dus dat is deze ook. Nou, we gaan deze set ook eens bij elkaar aantrekken. Ik ben zeer benieuwd. Zo. Outfit nummer 2. De skinny jeans, het donkerblauw shirtje en het soort kimono-achtige blouseje. Nou, laat ik beginnen weer met het blouseje. Of het jasje of de kimono, zoals het eigenlijk heet. Ik vind het patroontje heel leuk. Ik vind de lengte leuk. Het verbergt je heupen en je buik best wel. Als je daarvan houdt, is dat heel fijn. Het stofje voelt heel flowy. Het is een heel dun stofje. Je kan dit niet als jasje of zo gebruiken. Maar het is echt gewoon als een soort blouseje wat openvalt. Er zitten geen knoopjes in. Je kunt hem niet dicht doen. Er zitten wel, wat ik heel leuk vind, zakken in. Dus je kan je handen in je zakken doen. Nou, de mouwen vallen dus best lang tot onder de elleboog. Hier zit mijn elleboog. Nou, je ziet het, hoe lang die valt. Ik vind hem wel heel leuk op zich. Maar ik twijfel of ik dit dus vaak zal dragen. Want ik kan het dus dragen met dit blouseje eronder op een skinny jeans. Maar op een rok of op een jurk of eigenlijk kan dat niet. Ik vraag me af of ik hier genoeg plezier uit haal. En waarom ik ook nog denk dat ik deze niet ga houden is omdat het best wel een kreukgevoelig stofje is. Ik pak even het label om te kijken. Het is 100% viscose. Nou, op zich zou dat na het wassen, als ik het goed uitsla, niet echt meer moeten kreukelen. Dat komt natuurlijk ook doordat het ingepakt heeft gezeten. Maar ik twijfel heel erg. Hij valt wel heel mooi over je billen. Nou, dit is eigenlijk een kledingstuk waarvan ik, als jullie er tijd en zin in hebben, eigenlijk even wil weten wat jullie ervan vinden. Denk je dat ik dit moet houden? Of denk je van, nou, nee, ik kan me ook voorstellen dat je dit niet genoeg gaat dragen. Ik twijfel hier heel erg over. Hij is dus €70 en dat vind ik best wel duur. Dus dan vind ik dat ik er best wel enthousiast over moet zijn, want ik op zich ook wel ben. Maar ga ik het, ja, ik weet niet, ik twijfel. Oké, ik doe die even uit. Dan zie je namelijk het shirtje eronder. En die schijnt misschien wel een beetje door. Ik weet niet of je dat ziet op camera. Ik heb een huiskleurige BH onderaan, dus ik weet niet of je dat erheen ziet. Maar dit blouseje moet ik eigenlijk zeggen dat ik hier heel enthousiast over ben. Het stofje is namelijk heerlijk. Het zit heel lekker. Ik vind de halslijn mooi. Niet te laag, niet te hoog. Volgens mij zie je mijn BH er doorheen. Maar goed, ik heb een BH aan, dus boeien. Dus ik zou daar wel een topje onder doen of een BH in het zwart of in donkerblauw. Dit zit echt heerlijk. En het is lekker een goede basic wat je dus onder een jasje, onder een vest of iets kan dragen. Dus ik denk dat ik dit misschien wel ga houden. Volgens mij is deze €30 of zo, dus dat is ook nog goed te doen. Ik heb hem weer in mijn broek gedaan, maar als ik hem eruit zou halen, dan is dit de lengte. Hij is dus ook best nog wel lang, valt over je buik. Valt over je billen aan de achterkant, is iets langer. Dus eigenlijk is dit wel een heel lekker shirtje.
Deze ga ik misschien wel houden, want ik heb wel wat dingen waar ik het mee kan combineren. Ik zei al, ik heb niet zoveel donkerblauw, dus dit kan prima in mijn kast erbij. Wel hangend, anders gaat hij kreukelen, denk ik. De skinny. Ja, waar ik blij mee ben, is dat in elk geval de twee broeken die ik heb, dat die goed passen. Want ik was echt bang, ja, misschien pas ik wel helemaal niet in een 46, maar dat past hartstikke goed. Ik vind ook aan de onderkant dat die wel redelijk skinny is, maar hij is te lang. En doordat hij te lang is, gaat hij, ik hoop dat je het een beetje kunt zien, gaat hij helemaal opkrullen. Omdat hij dus wat te lang is. En dan is hij eigenlijk, is dat net niet mooi. Dus waar de vorige broek net te kort was, is deze net te lang. Hij is ook heel erg stretchy. Ik heb nu al dat ik hem een beetje moet ophijsen. Omdat hij zo stretchy is. Kijk. Zo stretchy is hij. En daardoor zie je dus ook heel erg die holling die ik hier heb. Van mijn heup naar mijn bovenbeen. En eigenlijk... Ik dacht vroeger altijd hoe meer stretch hoe beter, want dan past het altijd. Maar eigenlijk als er heel veel stretch in zit, doet dat niet zoveel voor je figuur. Dan zie je gewoon precies waar je vetbulten zitten en waar je, je bobbels zitten. En op zich vind ik het helemaal niet erg, maar ik vind het niet het meest flatterend. En ook de zakken zijn heel ondiep. Ik kan hier bijna niks in doen. Mijn hand gaat er niet verder in dan dit. Dus ik vind hem wel, hij zit wel lekker, maar ik merk nu al dat hij gaat afzakken omdat het gewoon net niet stevig genoeg is. Het is gewoon net te stretchy. Dus deze broek ga ik niet houden. Ik vind het trouwens wel een hele fijne stof en een fijne broek. En hij zit ook wel weer hoog genoeg, net op boven mijn navel. Dus daar ligt het hem niet aan. Dus van deze outfit twijfel ik over de kimono. De broek gaat terug en het shirtje ga ik waarschijnlijk houden. Nou, gaan we naar outfit nummer 3 zo. Nou, dat was de tweede set. Wat ik nu nog over heb, zijn eigenlijk drie jurkjes. Ze had in de box dus al twee jurkjes in principe gedaan. En dat ene jurkje, vertelde ik jullie al, had ik eruit gehaald. En ik had verteld dat ik jurkjes wel heel leuk vond. Dus dat ik wel nog een jurkje erbij wilde. Maar dat ik ook wel wat kleur miste in mijn box. Kijk, dat jasje van de eerste set was natuurlijk best kleurrijk. Maar verder is het veel donkerblauw en jeans. Dus ik had zoiets, nou, ik vind het wel leuk om nog iets kleurigs te hebben. Je ziet het nu niet aan me, maar ik hou best wel van dingen met een kleurtje of een leuk printje of iets vels. Nou, het eerste jurkje, dat zat al in de box en dat heb ik ook in laten zitten. Maar dat is ook wel weer dus een donkere kleur. En dat is deze. Het is eigenlijk zwart met een soort bloemetjesachtig wit patroon erop. En aan de onderkant zit een ruche. Je kan het helemaal niet goed zien hoor, maar het is zo als ik het aandoe wel. De mouwtjes zijn best wel wijd uitlopend, zie je. En aan de voorkant... heeft hij gewoon een V-hals. Ik vond dit jurkje dus wel leuk, maar niet wauw. Ik heb al wel een jurkje in het zwart-wit, wat een beetje hetzelfde model is. Dus ik ga even kijken hoe deze staat en of deze echt leuk genoeg is om te houden. Maar ik wilde hem wel proberen, want ik vond het model wel heel erg leuk. Dus laten we eventjes gaan kijken. Zo, nou, dit is outfit 3. Ik heb even een legging aangedaan hoor, want anders is het echt heel koud. Eigenlijk vind ik dit heel leuk. Ik twijfel omdat ik al een zwart-wit jurkje had. Maar ik vind deze eigenlijk wel heel leuk. Hij komt een stukje boven de knie. Aan de achterkant is die wel gewoon lang genoeg. De mouwen vind ik heel leuk. Die zijn een beetje wijder. En ik vind het model eigenlijk ook heel leuk. Hij past me ook heel lekker. Ik vind het halsje ook wel leuk. Hier toch een beetje diep uitgesneden, maar wel met een wat hoger opstaand kraagje. En ik heb even gewoon een katoenen stoffen band gepakt van een ander jurkje. Want ik heb heel vaak dat ik toch om zo'n jurkje een riem of inderdaad zo'n bandje als dit of een leren knoopriem, dat ik die er omheen doe om iets meer taille te creëren. Nou, misschien is dit niet het meest flatteuze, maar dan zie je wel even wat dat voor mijn figuur doet. Daarom kies ik ook vaak jurkjes waarbij dit kan of die in de taille al een accent hebben, omdat dat gewoon net even iets meer... figuur geeft. Maar ik vind dit jurkje eigenlijk heel erg leuk. En ik stiekem dat ik deze toch wel ga houden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is niet heel bijzonder. Patroontjes ook niet per se heel bijzonder. Maar ik vind het wel echt... Ja, ik vind het toch eigenlijk wel echt heel leuk. Ja, ik denk wel dat dit een succes is. Alright, nou gaan we door. De volgende twee jurkjes die ik nog heb, die zaten dus origineel niet in de box. Maar zij had op mijn aanvraag iets van 5 jurken nog in de lijst gezet. Die kon ik dan bekijken. En aan de hand daarvan hebben we deze twee dan nog overgehouden.
Er was ook een jurkje bij dat ik qua kleur heel leuk vond, maar daar was de taille heel laag van en dat is gewoon dan niet mijn model. Dus het is eigenlijk heel fijn om met de stylist samen even te bespreken. Want dan weet je tenminste zeker dat de dingen die je krijgt, dat het ook dingen zijn die je potentieel zou willen houden. Ja, ik vind dat dus heel belangrijk. Ik vind het zonde om zo'n box te bestellen en alles weer terug te sturen. Dat is in principe niet mijn intentie. De eerste jurk is deze. En ik zei meteen tegen haar, oh leuk rood, ik hou daar echt van. Ik vind ook echt die mouwtjes, kijk dan hoe leuk. Hele korte mouwtjes, dus het is wel een jurkje waar je in de winter echt iets onder moet. Of voor lekker voor de zomer. En er zit een ceintuur aan waarmee ik straks mijn taille kan accentueren. En aan de onderkant zitten ook die ruches die ook aan de mouwtjes zitten. Het is ook echt wel een lekker stofje. Het is een beetje rib, ik weet niet of de camera het goed pakt. Een beetje zie je het wel. Een beetje ribbeltjesachtig. En hij is van Juna Rose. En dat merk ken ik niet, maar ziet er wel heel goed uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is volgens mij wel een plus size merk, omdat erin staat dat dit een maat medium is. Maar dat is in de EU maat 44-46. Dus ik hoop wel dat die past trouwens. Want, nou, het moet wel lukken denk ik. Ik denk het wel. Nou, we gaan het even proberen. Ik ben heel benieuwd naar deze. Hier hebben we de rode jurk. En ik moet zeggen, ik dacht toen ik hem uitpakte, en dat zei ik ook tegen jullie, dat hij hele korte mouwtjes had. Maar het zijn een beetje van die vleermuismouwen, waardoor ze eigenlijk helemaal niet zo kort zijn. Ze vallen gewoon als een korte mouw. Die ruches zijn wel heel leuk. Hij past ook prima. Ik dacht misschien is deze te klein omdat het 44-46 is, maar nou prima. Die ceintuur erbij doet het hem wel echt. Die ruches aan de onderkant zijn ook leuk. Ik vind het eigenlijk een heel leuk jurkje. Ik hou ook echt van deze kleur, lekker fel. Lekker vrolijk. Hij is wel een beetje doorschijnend, zag ik. Dus je moet er wel echt iets onder. Ik heb nu alleen een BH en een legging onder. Dus ik zou er dan misschien nog wel ook een topje onder doen. Alhoewel, het hoeft ook niet per se natuurlijk. Als je deze los doet. Kijk, dan is het wel echt een soort van hobbezak. Dan zie je wat het doet. Als er dus helemaal geen vorm in zit. Dan is het alsnog een leuke kleur. Maar dan doet het gewoon wat minder. En als je hem vaststrikt, dan kun je echt je taille accentueren. En vooral als je dan wat vollere heup hebt, zoals ik, dan geeft dat gewoon eigenlijk wel een mooi effect. Ja, ik vind deze jurk wel heel leuk. Ik moet zo even goed kijken hoe duur die is, of ik dan hem echt ga houden. Maar ik heb hier wel een goed gevoel bij. Ja, leuk jurkje. Het zit ook echt lekker. Ik vind de lengte ook leuk. Ja. Nou, dan gaan we naar het laatste item. En het laatste item ben ik echt enthousiast over en ik hoop echt dat deze leuk is. Hij is wel iets duurder, volgens mij 60 euro. Ik moet straks nog even alle prijzen kijken hoor. Ik zal alles dadelijk hieronder even erin zetten. Wat het is, waar vandaan het komt en wat het kost. En dan, als je het dan ook wil kopen, dan kan je het op de site opzoeken. Deze is van weer van Only Karma Koma. 54,99. Dan vind ik dat best duur, maar aan de andere kant is het echt een gaaf jurkje. Is wat lekker zit en mooi staat. Ja, dan heb ik het er misschien ook wel voor over. Dit is hem. En ik vind het dus echt een leuk patroontje. Ook weer donkerblauw. Ik heb dadelijk ineens, als ik dit allemaal hou, allemaal donkerblauwe items in mijn kast. Aan de mouwtjes zit elastiek. En het is een soortachtig panterpatroontje, maar ook weer net niet. Aan de achterkant zit ook nog een beetje van dat elastiek. En er zit ook weer zo'n soort V-halsje. Maar er zit hier een klein knoopje wat je dus vast moet maken. En is dat wel de voorkant of is dat de achterkant? Oh, dat is de achterkant. Dus aan de voorkant, sorry jongens, ik heb het helemaal verkeerd om. Aan de voorkant zit hierboven dus nog van dat gesmokte elastiek. En aan de achterkant moet je dit dan dus vastmaken. Dus zou ik zo even moeten vragen of Remco me even helpt. Want vaak kan ik daar net niet goed bij zelf. Hij is verder, denk ik, tot op de knie. En aan de onderkant is die gewoon heel normaal. Nou, we gaan deze als laatste ook nog even aantrekken. En dan kom ik nog even bij jullie terug. Want dan wil ik toch even met jullie een klein beetje sparren of meer hardop denken in mezelf van wat ga ik nou houden of niet. Dus even het laatste item aanproberen, dat eerst. Zo, de laatste outfit, dat is dit jurkje. En wat ik leuk vind is hierboven dat gesmokte elastiek, dat zit ook hier lekker. De mouwen zitten heel erg lekker, het jurkje zelf zit heel erg lekker. Maar je ziet misschien al, hij doet hier ook weer niet zo goed iets voor mijn figuur. En de taille, je kunt dat denk ik niet zo goed zien op de video, misschien als ik iets dichterbij kom, maar de taillelijn zit hier, terwijl mijn taille hier zit, dus die zit wat te laag.
Dus als ik er een riempje omheen doe, weet ik dus ook niet of dat mooi gaat zijn. Dus dat ga ik eventjes proberen. Ik heb even een bruin riempje gepakt. Omdat dit jurkje donkerblauw is, zou ik daar dan weer niet zo snel een zwart riempje bij doen. Ik weet ook niet of dit bruine riempje er leuk bij is, maar let's see. Kom maar jongen. Oh, dit is misschien één gaatje te strak. Het is ook fijn als je gewoon kan ademhalen als je iets aan hebt. Hè? Kijk, als ik nu dus het riempje hier doe, dan zit dat naadje hier. Dus dan zou ik misschien hem een beetje kunnen optrekken zo. Dat hij een beetje gaat blouzen. Oh ja, dat is eigenlijk wel leuk. Even zo kijken, want dan kan ik zelf daar in de spiegel kijken. Oh ja, dat geeft eigenlijk al een heel leuk effect. Als ik dat riempje doe en ik blouse hem een beetje op, dat jurkje, tot hij precies wel op het naadje zit. Dan is het eigenlijk wel heel leuk. Ik vind de lengte ook heel leuk. Oh jongens, dit wordt moeilijk, want ik wil echt niet te veel kopen. Ik moet zo even kijken, als ik de dingen die ik leuk vind zou houden, hoeveel me dat dan bij elkaar gaat kosten. En even goed over nadenken. Ik vind dit jurkje wel heel leuk hoor. Die mouwen zitten ook super lekker. Dit elastiek is namelijk, het zit gewoon los. Maar het sluit toch aan en het zit eigenlijk heel fijn. Het patroon is ook echt leuk. Vinden jullie het leuk? Ik ben heel benieuwd. Oké, nou dit was de laatste outfit. Ik kom nog even bij jullie terug, want ik heb nog wel wat vragen aan jullie. Zo, nou dat was het. Best wel aardig wat. Ik ben ook benieuwd hoe lang deze video wordt. Sorry als die te lang is. Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden. Ik heb in totaal 5 outfits gepast. De eerste met de flare jeans, de tweede met de skinny jeans en de 3 jurkjes. Ik ben heel benieuwd wat jullie favoriete outfit is en of je het een beetje eens bent met wat ik heb gezegd over wat me wel of niet staat. En vooral voor de items waar ik toch nog wat twijfel over had, zou ik wel graag van jullie horen of je vindt dat ik het moet houden of niet. Ik krijg meestal wel een aantal reacties onder mijn video's wat ik super leuk vind. Maar van de 111 abonnees kunnen er vast nog wel meer mensen even met me meedenken. Want ik vind het best lastig. Als ik de items allemaal hou die ik tot nu toe best leuk vond, dan kom ik over de €200 uit. En ik wil dan wel zeker weten dat het me ook echt leuk staat. En dat ik er ook echt veel plezier van ga hebben. En dat ik het dus ook veel zal dragen. Anders vind ik het gewoon zonde. Dus ik hoor heel graag jullie mening. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het heel leuk om dit te doen, dus misschien dat ik dit nog wel eens vaker ga doen als het bevalt. En ik zie jullie de volgende keer weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!